VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics en B. Benders. Goedenavond en leuk dat je weer kijkt naar VVV TV. In deze uitzending blikken we met trainer Rick Kruijs en aanvoerder Sven Braken vooruit op de Limburgse derby van zondag. VVV speelt dan in het eigen Corvero Stadion de Koel tegen MVV. De eerste wedstrijd na een korte winterbreak voor de ploeg van Kruijs. Nou, het was even kort natuurlijk, maar goed de tijd genomen om tot rust te komen. Om een stukje te evalueren en te reflecteren. Om uiteindelijk weer goed aan de start te verschijnen. Wat is daar uitgekomen uit die evaluatie? Nou, dat we veel dingen goed doen, maar dat er ook veel ruimte is voor verbetering natuurlijk. En dat ik wel heel tevreden ben op de manier waarop we geëindigd zijn natuurlijk. We kijken veel beelden, we hebben gezien wat we goed hebben gedaan. Want we hebben de afgelopen weken natuurlijk meer goed gedaan dan niet goed. Dus daar heb je het veel over met elkaar. En uiteindelijk moeten we nog meer verbeteren om echt succesvol te zijn. Jullie hebben nu een weekje vrij gehad. Daarvoor zaten jullie in een aardige flow. Komt die korte pauze dan niet op een vervelend moment? Nee, ik denk dat het wel lekker is. Ik heb een aantal wedstrijden kort achter elkaar gehad. Dus ik denk dat dat een weekje wel prima was. We zijn nu alweer aan de tweede week begonnen. Dus oefenwedstrijd gehad. Dus het lijkt of ik niet ben weg geweest. Hoe ging die oefenwedstrijd? We speelden twee keer een uur. Ik moet zeggen, het eerste uur deed ik mee. Was ik wel behoorlijk tevreden over het spel aan de bal. Natuurlijk kan het altijd beter. Met name ook de kansen die we kregen, die moesten denk ik gemaakt worden. Maar goed, ik moet zeggen dat dat we die lijn zeg maar, die we bij Den Haag, Den Bosch, een beetje hebben ingezet, dat we die wel door aan het trekken zijn. Merk je ook in een groep dat die sfeer heel positief is na die goede resultaten voor de break? Ja, maar dat had ik ook al daarvoor hoor. De sfeer is eigenlijk altijd goed en we weten gewoon waar we mee bezig zijn. Maar het is wel fijn en dat heb ik ook al. In het begin wonnen we wel wedstrijden, maar was het spel niet altijd even goed. Het is wel fijn dat je die dingen wel steeds meer terug gaat zien in wedstrijden. Momenten die je op je training traint, dat je dat ook in de wedstrijd nu laat zien, ja, dat is wel prettig. Ook in de oefenwedstrijd tegen de Graafschap, die eindigde in 1-1, liet VVV zich van een goede kans zien. En dus zijn er genoeg dingen die Kruijs meeneemt uit dat duel. Heel veel dingen. We hebben iedereen kunnen laten spelen. Dus het was 2 keer 60 minuten. Dus iedereen heeft zijn minuten kunnen maken. Iedereen heeft kunnen spelen in de manier waarop we ook willen spelen. En iedereen heeft zich kunnen laten zien. Dus dat was prima. En uiteindelijk ook in die wedstrijd veel goede dingen gezien. We hadden alleen zeker in het eerste uur wat doeltreffender moeten zijn. Maar goed, de stappen die we maken, dat zijn wel goeie. Zondag gaat het er weer echt om voor de ploeg van Kruijs in de kraker tegen MVV. Ik verwacht een hoop mensen sowieso. Ik verwacht een goede sfeer. En ik hoop dat we een elftal zien in het geel. Wat er alles aan doet om de wedstrijd te winnen. Wat is MVV voor een ploeg? Het is een ploeg met veel avontuur. Een ploeg die heel erg goed is in het omschakelen van verdedigen naar aanvallen. En die op dit moment, of die over de afgelopen tijd gezien, een hele knappe prestatie heeft geleverd natuurlijk. Wat is volgens jou hun kracht? Nou, wat ik al zei, ze zijn enorm sterk in de omschakeling. Ze zijn best wel vast aan de bal, hè? Dus ze nemen daar ook veel risico in. Met hun keeper voorop, maar goed, dat gaat hartstikke goed. Dus goede ploeg. En tegen die goede ploeg wordt het een extra bijzondere wedstrijd voor Braken. Die als oud MVV-speler tegen zijn oude club speelt. Nee, ja, tuurlijk is dat een bijzondere wedstrijd. Kijk, dat is voor mij allemaal begonnen. Ik kom zelf uit Maastricht, ik woon er ook nog altijd. Dus dat leeft enorm. En zij doen het ook goed en wij doen het ook goed. Dus dat belooft wat. Merk je ook in die groep dat het extra leeft omdat het een derby is? Nog niet echt iets van gemerkt. Kijk, ik zelf probeer wel een beetje iedereen op scherp te zetten. Ik denk naarmate dadelijk die zondag steeds dichterbij komt, dat dat wel gaat leven. En, ik hoop gewoon op een vol stadion en op 3 punten. Terwijl het eerste elftal van VVV even stil lag, kende de jeugd van de Koelclub succesvolle weken. Na het kampioenschap van VVV onder 18 wist VVV onder 16 afgelopen weekend te promoveren. En dat was een mooi moment voor de ploeg van de nieuwe trainer Emiel Kramer. Emiel, gefeliciteerd met de promotie. Dankjewel. Kwam het onverwacht? Ik
had niet verwacht dat we afgelopen zaterdag al zouden promoveren. Maar ja, dat is uiteindelijk wel zo gekomen omdat de NEC verloor van Rode JC. Dus op naar de volgende divisie. Had je al vroeg in het seizoen het idee dat dat erin zat, die promotie? Nou, we hebben wel met de jongens gezeten. En wat zijn onze doelen? Wat willen we als groep zijnde? Nou, de jongens hebben wel heel duidelijk uitgesproken. Proberen bij de eerste twee te komen, promoveren, ver in de beker. Ja, ik had eerst nog wel even mijn twijfels, want er moest nog wel heel veel gebeuren. Hard trainen, veel meer samen doen in het verdedigen. Aanvallend vond ik dat het wel goed zat. Dus we hebben echt wel dreiging met de spitsen, snelle buitenspelers, jongens die een goal kunnen maken. Nou, uiteindelijk werd het verdedigen steeds beter. Ook vooral tweede helft van het seizoen, zeg maar, van die competitie, hebben we heel weinig goals tegengekregen. Ja, we scoren bijna altijd wel een doelpunt. En we kunnen ook zo uit het niet scoren. Dus nou, dat hebben de jongens gewoon hartstikke goed opgepakt. En uiteindelijk krijg je wel het gevoel, ja, er zit wat in. Het is nog wel met vallen en opstaan. Maar uiteindelijk had ik niet verwacht dat het zo snel zou gebeuren. Maar wel dat de jongens het goed oppakten en dat de kans wel groot werd, ja. Jullie promoveren nu naar divisie 2. Wat verwacht je daarvan, van die competitie? Ja, nou, ik hoop in ieder geval dat we wel ook kunnen blijven de bal hebben. Dus dat we niet alleen moeten verdedigen. Dus ik denk wel dat het, dat er betere druk van de tegenstander komt. Dat er nog meer gevraagd wordt van de jongens van hoe spelen we onder de druk vandaan. En het verdedigen zal het nog scherper moeten. Want ja, nu kom je er soms nog mee weg. Maar er zal veel meer, nog meer energie geleverd moeten worden in het verdedigende gedeelte. Met de promotie is Kramer direct succesvol in zijn eerste seizoen in Venlo. De trainer kwam afgelopen zomer over van Heerenveen en voelde zich snel thuis in Limburg. Ja, super opgevangen door de collega's. Echt een hecht team. Dus dan kom je gelijk al in een open sfeer en een goede situatie terecht. Waar de trainers elkaar echt goed ondersteunen. En ik werd ook echt goed ondersteund in het team dat ik kreeg. Dus dat beviel goed. Het team moest nog even wennen aan de trainer en andersom. Dus dat gaat ook steeds beter. En wat dat betreft is het gewoon heel plezierig werken bij VVV. Je komt vanuit Heerenveen. Ja. Hoe is die overgang bevallen naar Limburg? Toch een hele andere wereld, kan ik me voorstellen. Ja, nou, wat ik zei, als je goed op wordt gevangen door je collega's, dan is het, dat scheelt de helft. En in mentaliteit denk ik dat het niet zoveel scheelt. Hier willen ze ook hard werken. Dus wat dat betreft, niet zo'n groot verschil. Ben je dus wel een beetje gewend al aan het Limburgse? Ja, zeker, zeker. Even los van de resultaten en van de promotie, hoe vind je dat het gaat met de ontwikkeling van je team? Ja, ik vind dat de jongens in de training en steeds meer arbeid leveren. Het ook steeds meer samen willen doen. Dus dat is echt wel beter geworden. Nou, ze investeren wel in zichzelf. Dus ze kijken ook beelden terug. Ze vragen de trainer ook om de beelden terug te kijken. Voor de training kunnen ze nog veel meer uit zichzelf halen. Dus ga je voorzetten trainen of ga je een beetje de bal overpassen. Daar kunnen ze nog zelf veel meer uithalen. En dat is ook zo met voeding en jezelf goed verzorgen. Daar valt ook nog wel een winst te halen. Hebben ze al veel beter gedaan dan in het begin. Maar als dat nog beter is, zul je ook beter trainen. En dan zullen de resultaten ook beter worden. Maar over het algemeen dus een tevreden trainer? Jazeker. Jongens werken hard. En ontstaat steeds meer een klik met de trainer en de groep. Dus daar ben ik echt wel tevreden over. Dit was VVV TV voor vanavond. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics en B. Benders.